Dit is Jessica van Boven, eigenaresse en gastvrouw van restaurant Bij Hartje Zwolle. Een gedwongen naamsverandering in 2014 gaf Jessica de kans om haar zaak een nieuw leven in te blazen. En dat heeft ze gedaan. Dankzij haar nieuwe concept en ijzersterk personeelsbestand is Bij Hartje Zwolle niet meer weg te denken uit het Zwolse straatbeeld. Met Horeca School bij Young Talent kun je leren van Jessica. In deze aflevering, hoe behoud je je team? Een van de belangrijkste onderdelen van je bedrijf zijn je medewerkers. Zij dragen je concept uit, bedienen de gasten en zorgen dat zij terugkomen. Mijn team maakt Bij Hartje Zwolle zoals het nu is. Ik heb een heel stabiel personeelsbestand en dat realiseer ik door in hen te investeren. De investering uit zich als volgt. Ik probeer altijd zoveel mogelijk medewerkers te betrekken bij veranderingen en processen. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe menukaart. Daarnaast hebben zij ook mee mogen denken met het ontwikkelen van een nieuwe concept. Zo voelen zij zich betrokken bij het bedrijf. Daarnaast zorg ik voor een goede interne communicatie door onder andere informele gesprekken in te plannen met de medewerkers, zodat zij daarin hun ei kwijt kunnen, dat er ruimte is voor hun verhaal. Ook zorg ik ervoor dat we regelmatig leuke dingen met elkaar doen, zoals het organiseren van een borrel of een etentje. Dit zorgt voor een erg goede sfeer in het team en voor een echt familiegevoel. Dit plaatsen we ook weer op social media kanalen, zodat het voor nieuwe medewerkers aantrekkelijk is om bij ons te komen werken. Ten slotte zorg ik dat ik bijna elke dag aanwezig ben in het bedrijf. En op drukke dagen zelfs meedraaien op de vloer, zodat ik tussen de medewerkers sta. Wat zorgt voor een goede sfeer. En je kan tijdig de knelpunten signaleren. Dus, wil je ook een goede teambuilding doen? Betrek je medewerkers bij veranderingen en processen. Zorg dat je veel leuke dingen met elkaar doet. En praat veel met je medewerkers. Zen Pickled Food Professionals.